allemaal, vandaag doen we weer een keer een foodvlog. En deze keer gaat het over verschillende soorten chocolade. In onze vorige Magnum 5 Kisses foodvlog werd gevraagd of we misschien een review wilden doen over de nieuwste chocolade van Milka. Dus die heb ik gekocht. Dat zijn deze drie. Dat is Tuk, Lu en Oreo. En omdat wij drie chocolade even niet genoeg vinden, hebben we ook nog Bros. Brosmelk en wit en Bros karamel en melk en Rolo. Ja, die hebben we ook gekocht. Dus we gaan vandaag op dit filmpje... Heel veel chocolade eten. Ja, 6 chocoladereep testen. Oké, melk en wit, daar starten we mee. Yes, grappig stuk. Ja, het ziet er dus zo uit. Het is wel heel luchtig. Ja. Wow. Sorry. Beetje een zootje. Het is wel lekker. Ja, maar het is niet zo brossig als normaal, toch? Niet? Nee. Ja, toch? Die buitenkant is best wel dik. En ik proef niet heel erg melk wit, bedoel ik. Proef je heel erg witte chocola? Nee, niet heel erg. Nee. Maar ja, het is niet heel... Nee, want die melkchocola die overheerst die witte bubbels. Oké, misschien moeten we niet van iedere reep 2 stukken proeven. Het is misschien wat veel in zo'n korte tijd. Ja, weet niet of ik het nog lekker vind. Nee, ik weet niet of die heel... Hij is niet heel bijzonder. Bijzonder is, maar het is wel gewoon lekker. Dat wel. Maar als je heel erg van witte chocola houdt, dan zou ik een andere reep nemen. Oké. Dan nu naar de karamel. Ja. Nou, ik had verwacht dat je helemaal karamel zou zien. Maar dat zie je niet. Nee, misschien gewoon, komt dat wel. Nee, misschien komt dat als je een hap neemt. Gewoon. Het lijkt gewoon melk chocolade. Oh ja, nu wel. Het zit er bovenop of zo. Toch? Ja. Ja, ik vind het lekker, maar er had voor mij wel wat meer karamel in mogen komen. Ja, ik vind hem niet... Heb je niet zoiets van, wow, karamel? Niet speciaal lekkerder dan die andere of zo. Nee, toch? Nee. En die karamelsmaak is ook niet heel... Niet heel overheersend. Nee. Want hier zie je hem echt alsof die alsof er echt meer gaat. Meer echt de folders bovenop de melkchocolade. Toch? Ja, net als bij die. Oké, nou ja. Het is wel gewoon heel lekker. Het is lekker, maar ja. Een bros is sowieso wel lekker. Maar niet heel erg dat je denkt, wow, lekker. Bijzonder of zo. Nee. Oké, ik denk trouwens dat deze wel echt heel erg karamel is. Ik hou niet zo van rollen. Nee? Nee. Oh, ik wel. Dus we gaan nu deze testen. Toch? Ja. Ben benieuwd. Oh, wow. Wat is er? Ja, het is best een groot blokje. Ja. Kijk, hij ziet er dus zo uit. Mm-hmm. Oh, gewoon wel echt zoals die op de verpakking. Ja. Oh ja, het is niet echt een blokje. Het is niet echt een blokje. Wat is het? Het is echt een blok. Okay. Ja, je ziet nog geen karamel in ieder geval. Nee, maar ik denk dat dat bij Rolo wel goed zit. Zullen we nog cheersen? Cheers. Wow. Karamel. Dat is tenminste karamel. Karamel. Ja, het is wel echt karamel. Toch? Vind je waarschijnlijk wel lekker. Ja. Jij vindt het niet lekker? Vind je het niet lekker? Oké, dus het is niet zo mijn ding, maar karamelliefhebbers vinden het vast, of Rolo-liefhebbers vinden het vast geweldig. Ja, er zitten dus net zo'n Lego-blok. Ja, dat is wat ik dacht al. 10 blokjes. Ja, 10 blokjes. Blokje. Dus blok. Blok. 10 blok. Aan u de eer om de Milka. Oké, daar heb ik dus geen trek in. Nee? Nou, van karamel naar Milka terug. Ik ben echt een slechte opener. Ja, zal ik je even helpen? Als je net keiskoot gaat. Wow, het is heel leuk. Het zijn echt kleine trucjes. Oh, ook zo. Oh, het is heel lief. Oh, het is heel lief. Kijk. Echte trucjes. Wauw. Ja, yeah. Nou dat is wel leuk. Te leuk om op te eten. Ja. Oh. Hier. Ja, ik doe even de midden. Oké. Ja. Oh, er zit wel zout op je. Oh ja. Dat hele dikke chocola. Ja. Ja.
kan. Ja. Als je zin hebt in chips en chocola, dan is het makkelijk. Heb je dit? Het is wel een aparte combi. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ja. Het is een beetje raar dat je eerst zout proeft en dan ineens chocola proeft. Mm. Toch? Ja. Het zout is wel heel apart erbij. Het is niet... Ja, weet ik niet. Niet wauw lekker of zo. Maar het is wel leuk om gewoon ergens als iemand op bezoek komt of zo. Om die stukjes neer te leggen. Ja. En het ziet er leuk uit en het is wel origineel of zoiets. Ja. Dus... Het is wel grappig. Oké. Milka Tuk. En nu om te gaan. Nu? Oh ja. Ja, die lijkt me lekker. Het ziet wel echt kei schattig uit, toch? Die koekjes. Ja, heel lief. Ja. Het is echt een soort Barbie chocola. Oké. Gaan we weer. Heel hard. Ik heb een kank. Oh ja. Hallo, kun je erheen? Dit is wel lekker. Ja. Ja, dit is wel heel lekker. Ik vind alleen die chocola best dik. Ja, het is echt mega. Ik hou niet zo van hele dikke chocola. Het is gewoon dan, dikker dan Mac. Dan proef je ook gewoon zo dik als Mac. Proef je veel minder. Oh, volgens mij heb ik een gaatje. Maar dan proef je minder van het koekje, omdat die chocola echt zo dik en overheersend is. Toch? Ja, dat. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook chocola. Ja, oké. Je kan beter een koekje nemen met chocola. Ja, toch? Nee, ik vind het wel lekker. Maar ja. Het is gewoon andersom. In plaats van chocoladekoekjes is dit koekjeschocola. Koekjeschocola, ja. Ja, lekker. Oké, deze... Die is lekker. De Lu is lekker. Ja. En de Lu? Dan de Oreo. Ja, ik heb hem stiekem al een keer geproefd. Dus ik weet eigenlijk al hoe die smaakt. Zo. Oh. Ik zal even laten zien hoe die van binnen uitziet. Het ziet er wel cool uit. Oké. Ben benieuwd. Ja, hè? Oké, dit is heel lekker. Toch? Ja, echt, de eerste keer dat ik dit proefde, had ik eerst zoiets van melk, van kinderchocolade. Goddelijk. Het idee. Maar als je die stukjes, toch, dan zitten van die chocoladekoekjes tussen. En dat maakt het wel weer extra of zo. Dat is heel erg lekker. Nu zou ik echt zo die reep van kunnen opeten. Lekker, hè? Het is heel erg lekker. Oké, ik heb de winnaar. Oreo is echt wauw. Het is echt heel erg lekker. Ja, heel erg lekker. Oké, ik doe even de top 6. Wat is voor jou nummer 1? Die. Tada! Ja, voor mij ook. Oreo. Oké, nou, ik ben wel een beetje chocolade verzadigd nu. Ja. Ik vond het leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken naar deze review. En dat jullie zelf ook iets gaan proberen. Ik zou dus in eerste instantie echt kiezen voor de Oreo, ja. Proberen. En ook, ja, de Rodo. Maar toch ook wel de Tuk en de Lu. Ja, de Tuk is wel heel erg grappig, ja. Vooral met het zouten erbij. En de Lu is gewoon best heel erg lekker. Ja, dus. Oké, bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer. Dag. Doei.